En ook even lopen twijlen, want er lag hier echt een enorm groot plas water. Ja, heel slim van me. Maar wat ik ook al vertellen is, vandaag precies... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Vandaag een hele leuke dag. Twee dingen om te melden. Eén is Feyenoord Twente is vanmiddag. Over een paar uurtjes. Wat ik ook nu ga doen is een Feyenoord liedje. Om even lekker in te komen. Om lekker Feyenoord Twente te kijken vanmiddag. Ik heb er nu al zin in. Over een uurtje gaan ze spelen. Maar dit is een van de mooiste die ik vind. Hier komt ie hoor. Wordt er weer hard gezongen, want er is een kluchtkampioen. En dan ga ik even lekker volop borsten mee zingen. Ik ben even onder mijn wasmachine geweest en ik heb mijn wasmachine even iets omhoog gezet. Want als jullie kunnen zien, zit die net tegen de rand aan. Dat was mijn bedoeling. Dan kan ik er makkelijk daaronder bij namelijk. En dat is de reden dat ik die wasmachine omhoog gezet. Alleen, het punt is, ik kan maar drie punten bij. Dat is deze hoek, die hoek, de rechterhoek. Maar andere kant kan ik net niet bij. Dus ik weet niet hoe ik dat opgerollen opzet. Dus het gaat gebeuren dat hij gaat trillen. Of weer niet, want hij staat op de grond. Maar ik ga het zien. We gaan het zo zien of dat gaat gebeuren of niet. En wat ik ook kan vertellen, Feyenoord Twente is 0-0 geworden. En wat ik ook kan vertellen is, daar ga ik zo meteen op terugkomen. En dat was wat ik wou vertellen. Gelukkig is dat opgelost. En ik heb echt onder wasmachine heel lang zitten schoonmaken. Ik was wel een half uurtje mee bezig. Dus dat moet fijn om te spelen. Maar ja, het is even lekker heerlijk, helemaal algemeen lopen stofzuigen. Moet even gebeuren. Ik ga gewoon elke dag gewoon letterlijk stofzuigen. Dan weet ik in ieder geval dat ik het goed doe. Laten we het zo zeggen. En dat de muis schoon blijft. En ja. En dat ik ga gewoon, ja, dat ga ik sowieso doen. Ik ga gewoon elke dag schoonmaken. Laat het daarop houden. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is lekker nu al afkoelen. En wat ik ook eerst heb gedaan. Ik heb eigenlijk is bakken naar beneden gekomen. Helemaal zeiken nat geregend. Maar wat ziet de lucht ongelooflijk zo mooi uit. Zo, als je zo kijkt. Geweldig zo. Om te zien. Gisteren had ik ook wel over gehad. En nu nog een keer. Maar het echt heel hard geregend. Dat zelfs hier zo op de vloer helemaal kletsnat was. Zelfs mijn vensterbank was daar kletsnat. Heb ik even snel die deur, raam heb ik even op een kiertje gedaan. Die heb ik even dicht gedaan. En ook even lopen twijlen, want er lag hier echt een enorm groot plas water. Ja, heel slim van me. Maar wat ik ook al vertellen is, vandaag, precies nu een jaar kennen wij elkaar van net even anders. En het is al nu jaren geleden dat we elkaar voor eerst kennen. De eerste ontmoeting van net even anders, nu een jaar geleden. De eerste ontmoeting, hoe bizar was dat? En toen heeft Marlijn nog iets gezegd, en dat is dit stuk. Hij heeft al 1006. Bijna 1091 vlogs gemaakt in de afgelopen periode. Bijna iedere week, of iedere week? Elke dag. Elke dag! Gaat hij nog online. En dat betekent dus dat hij heel goed kan monteren. Dat hij heel goed kan filmen. Dat hij heel goed kan vertellen over wat je op een dag aan het doen bent. Hij woont op zichzelf. In een groep met andere mensen. Hoe noemen we dat nou? Wat jullie doen? Gewoon wonen in een woongroep. Maar hij is hartstikke zelfstandig. Hij heeft een poes. Die is heel lief en die heet... Ganja. En hij kan heel goed zelf koken. Hij kan zelfs zijn kamer opruimen. Ik ben er geweest. Nou,
hier en daar kan er ook toch nog een beetje stof dat zeggen we niet. Hij kan heel goed schoonmaken. Ja, wat kan ik nog meer over jou vertellen? Jij bent eigenlijk gewoon, ik denk een beetje een beginnende bekende Nederlander in onze groep. Die eigenlijk misschien de rest van de groep kan helpen met vloggen. Ja, en verder is Sander heel sociaal en heel gezellig. Hij heeft leuke vrienden. Hij wil ook echt een statement maken met zijn vlogs. Dus mag ik dat zeggen? Ja, wat hij belangrijk vindt is toch wel dat er nog vaak een soort van vooroordeel hangt over mensen met die LVB'er hebben. Ja, die een LVB'er hebben, nee, niet zijn, maar hebben. Ja. En eigenlijk vind jij wel dat je daar iets aan wil veranderen, toch? Dat je wil laten zien van, joh, wij zijn helemaal niet zo anders. Wij zijn gewoon, eigenlijk hetzelfde, zoals iedereen. Dus hij heeft een doel, een missie. En ik weet zeker dat het Sander gaat lukken. En zeker, ik hoop met behulp van het programma. Wil jij nog iets toevoegen? Nee. Nee? Nee. Dus we hebben jullie zijn allemaal helden, maar een held in ons midden sowieso, deze held. Wat is jouw doel? Voor mezelf opkomen. Voor jezelf opkomen. En waarom wil je voor jezelf op leren komen? Nou, zal sommige mensen ook moeite doen. Bijvoorbeeld als ik ruzie zou hebben. Ja. Daar kan ik wel moeite mee hebben. Ja. Dus jij wil leren om misschien af en toe gewoon wat makkelijker nee te leren zeggen? Ja. Zou je niet zeggen als je zo'n stoere bent? Ja. Nee. Ja. Dus dat is misschien een soort van laatste stapje. Ja. Maar dat gaan we jou leren, dat weet ik zeker. Hartstikke goed. Een heel groot applaus. Dan gaan we naar... Ja, dat is ook alweer een jaar geleden alweer. Wauw, wat gaat de tijd hard. Het is ongelooflijk bizarre tijden wat we hebben gehad. Echt. Leuke tijden. En ik kijk af en toe zo naar die foto's van. En dan kijk ik naar de foto van die kaart die mijn vriendin hebben gegeven. En dan kijk ik gewoon trots naar terug. Die tijd. Ik weet niet. Ik kan er lang over praten. En heel lang over praten. Maar. Ik ben gewoon trots dat ik deze mensen heb ontmoet, vooral Sanne, in ieder geval. Dus, maar, gewoon heel bizar. Maar we hopen, en ben ik er ook nog naartoe. We willen een reunie, dat is volgende week zaterdag eigenlijk. En 23 komt ook trouwens nog iets, maar daar kom ik er nog een keer op terug. Maar gewoon hoe we elkaar, ja, zo'n bizar, heel bizar. Het is nu precies 10 uur en ik ga lekker mijn bedje maar in. En ja, lekker slapen. Voor mij is het nu zondag en voor jullie natuurlijk 19e. En ik ga nu lekker op tijd lekker slapen een keer. Want ik heb gisteren en eergisteren laat gemaakt. En nu maar een keer op tijd slapen. Moet me ook een keer gebeuren. Morgen weer werken. Morgen heb ik heel veel dingen te doen. Dus morgen even druk bezig met dingen hier opruimen. Want ik heb nog een paar dozen staan. Afwas. Klein beetje. Maar. En bijvoorbeeld stofzuigen. Want ik stofzuig de laatste tijd elke dag. En. Ja, en elke dag ramen openstaan. Alleen vandaag ging het mis natuurlijk. Dat regen hier binnen viel. Dus ik heb alleen heel eventjes de deur dicht gedaan. En toen het klaar was, heb ik gelijk weer open gedaan. Dus. Ja, en nu maar lekker mijn bedje in. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo. Zo, pardon. Nog een boertje. Sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En een leuke reactie hier beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers voor een vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Dit is niet een we hebben discussie over wat openbaring is. Wat ja. Een openbaring is een deel van de Bijbel. Hey Rick, oh, prima. Bijbel. We hebben nog iets te bespreken, toch? Nee, dat is mijn stinkweg. Leuk dit.